Hoi. Hoi Patrick. Proost. Proost. Wat leuk. Ja. Fijn om hier met jou op deze bank te zitten. Vind ik ook. En jou vragen te stellen. Dus te horen wat er in jou leeft. En hoe je dingen bekijkt en inziet en noem maar op. Ja. Als ik jou nou vraag, Patrick. Wie ben jij? Wat zou je dan voor antwoord geven? Ja. Wat geef je daarvan? Dat blijft een grote vraag, hè? Ja. Wie ben je? Ja. Ja, op dit moment ben ik de gesprekspartner van Thea Jurina, ja. Eigenlijk, als je het helemaal terugbrengt naar nu. Ja. En nu ben ik iemand die water drinkt. Het kan misschien heel, heel dat je denkt, oh, je zit er voor de gek te houden, maar dat is het echt niet. Als je het terugbrengt naar inderdaad het nu moment, ben ik nu iemand die denkt, hey, ik kan misschien mijn microfoontje beter aan deze kant doen, want dan neemt hij het geluid beter op. En zo wissel ik eigenlijk de hele tijd van rol. Zo voelt het tenminste. En ja, ik ben dan, mijn naam Patrick Kikker, ben ik dat? Ja, dat is een soort merknaam waar ik al 20 jaar lang of 25 jaar lang in investeer. Met grappige plaatjes, radioprogramma's, boeken, noem maar op. Maar dat zie ik echt gewoon net als een merk, Coca-Cola, weet je. Ik probeer me daar niet te veel mee te identificeren. En je lijf, hoe zit het daar? Ben je dat? Of? Ben je je lijf? Ja. Nou, ik heb natuurlijk heel veel stromingen onderzocht. Onder andere de Advaita Vedanta, met een Nederlands woord non-dualiteit. Dat heeft echt mijn hartje geraakt. Daarin wordt beweerd dat je feitelijk iets bent wat buiten dit lijf staat. Eigenlijk een soort, ja, noem het maar bewustzijn, waarin een lijf verschijnt. Maar waarin ook een thea verschijnt en een camera en een glas water. En waarin alles verschijnt, zeg maar. De mogelijkheid tot een wereld. Ja, en daar vind ik ook wel fijn om me daar dan een soort van in terug te trekken. In het alomvattende. En wat je zegt, het heeft mijn hart geraakt. Wat gebeurde er dan toen? Toen je erover las of hoorde? Ja, ik weet niet. Alsof er, ja, het klinkt ook misschien heel pretentieus, maar alsof er, ja, alsof er een soort oud weten open gaat. Oh ja, diepe wijsheid. Ja. Of innerlijk weten, hoe je het maar noemt. Het was één zin. En dat las ik. Dat ging over oude Indianen. Die beweren dus... Dat komt eigenlijk weer op hetzelfde neer als ik net zei. Jij verschijnt niet in de kamer. Nee, de kamer verschijnt in jou. De wereld verschijnt in jou. Jij gaat nooit ergens naartoe. Er komen steeds nieuwe plaatjes in. Dan is het ineens Leeuwarden. Dan is het ineens New York. Dan is het ineens Thea. Snap je wat ik bedoel? Alsof je een soort diaprojector bent waar steeds allemaal nieuwe plaatjes in verschijnen. Ja, op de een of andere manier voelde dat heel vertrouwd of zo. Ik voelde er echt een soort thuisgevoel in. Ja, fysiek een zucht. Ja. Ik ben, ja. En uiteindelijk ben je dan volgens de Advaita Vedanta nooit weg geweest van thuis. Nee. Ja, want je kan niet weg. Nee. Je bent altijd al thuis. Alleen ik ben een soort van gaan geloven. Ik wou net zeggen, ja. Dat ik in dit poppetje woon alleen maar. En precies. Dat het is. Ja. 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 Oh, dat herken ik wel heel sterk. En ik heb er van de week ook even wat over gelezen. En ik voelde daar ook wel een hele herkenning in. Alles gebruik ik andere woorden. Maar in dat ook dat geheel. En, maar, en dat vind ik meteen ook weer zo fascinerend, hoe sterk wij kunnen denken dat het dus toch iets van buitenaf dat plaatje compleet zou maken. Juist, ja. Het kan iets klein zijn, kan iets groot zijn. Ja. Het gaat door alles vaak heen van, nee, maar als je dat nou... Ja, maar vergis je niet, ik heb het wel eerst, hè, daarom vind ik het zo knap, je bent 35, je hebt dit al lang en breed doorzien. En toen ik 35 was, zat ik echt nog wel te denken dat die wereld mij gelukkig ging maken. Ja. Oh ja. En dat ik, als ik nou maar de beste auto had en de mooiste vriendin en het mooiste huis. En niet kaal en 10 kilo slanker. Dan zou ik het ultieme geluk gaan vinden. Ja, ik heb het overal in gezocht. Ja, het voldoet wel heel even, maar dat is al, ja, dan is het alweer weg. En dan ga je toch, dan begint de zoektocht naar binnen, hè. Ja, hoe is dat voor jou gegaan dan? Ja, met vallen en opstaan. Eerst Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. Oh ja. Dat is toch prachtig. Ja. Maar ja, hier vergis je niet. Op deze bank heb ik met misschien wel 150 mensen gesproken. Ik ben mensen gaan opzoeken in het buitenland. Muji, Eckhart Tolle dan zelf gesproken. Gangaji, noem maar op. Iedereen met G achter zijn naam. Hè? Die ken jij. Ja, die ging ik opzoeken. En in de hoop dat die me natuurlijk... Dan wordt het weer net als... Ja, dan wordt het weer net als die auto die je dan wil hebben. Nu ja, denk tuurlijk, ik wil verlichting nu, bereiken. En dat is beter, hè? Ja, ja, dat is ook veel... Dat is veel spiritueel. Ja, ja, dan ben je echt iemand, hè? Ja, daar vind je het dus ook niet in. Maar ja, het is blijkbaar wel allemaal nodig geweest eerst om dat allemaal te onderzoeken. En is er dan een punt geweest dat je zoiets had van...
dat iets stapte in die drang, de zoektocht of zo? Of zit je er misschien zelfs nog meer in? Nee, twee burn-outs hebben daar wel aan meegeholpen. En ik hoor ook van mensen die zeggen, een burn-out is gewoon echt een, ja, het is niet alleen een wake-up call, maar het is ook gewoon het mooiste wat je eigenlijk kan overkomen, want dan roept echt alles in je van, en nu is het afgelopen. Ja. Nu heb je het al zo vaak, nu ben je al zo vaak op je bek gegaan, geprobeerd toch het geluk uit die wereld te halen. Nu gaan we eens even met de breekijzer jou even, tjoe, weet je wel. En wat was voor jou ook de waar had je last van, zeg maar? Was het lijfelijk gezien of was je mentaal? Allebei eigenlijk wel. Ik kreeg dan die pieptoon in mijn oor. Oh ja. Die is ook niet meer weggegaan, maar goed, ja. Nou ja, dan is dat zo. Maar inderdaad, heel slecht slapen, 's nachts paniekaanvallen, weet je, dat je ineens naar adem staat te happen, naast je bed, ademnood. Nou, echt dus dat het lijf ook direct ook daarin reactie was. Ja. Ja, en ik kon het nog een tijd lang rekken, dan ging ik maar één keer of twee keer in de week zelfs naar goede massage, soms thaise massage, was echt met hun knokkels. Nog dieper. Nog dieper, dat stress uit dat lijf. Maar ja, op een gegeven moment, dat zijn allemaal labmiddelen, hè. Dat werkt niet meer. Nee. En ja, dan maar gewoon overgave, toch? En hoe vormde die overgave zich? Hoe uitte zich dat? Gewoon helemaal niks doen een poos? Of? Ja, thuis zitten. Heel veel wel met spiritualiteit bezig, merkte ik. Want dat bracht me op een soort plek van binnen, waar we het net over hadden. Ja. Die thuisbasis, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, en toch inzien wat je eigenlijk allemaal aan jezelf was aan het toevoegen of zo. Weet je wel, nog meer, nog een prijs winnen, nog een presentatie. Dat houdt ook niemand vol. En dan was ik ook nog eens heel perfectionistisch. Ben ik nu nog soms, niet meer altijd. Ik heb het je een paar keer horen zeggen. Ja, het is wel. Ja, maar bij mij was schuld een heel groot thema. Oh ja. Ja. Oeh, maar die is ook wel letterlijk een soort van hardnekkig. Maar ja, dat is een burn-out natuurlijk ook. Ja. En dat, ik had een enorme rugzak met schuld op mijn rug. Al vanaf de lagere school horen thuis ook van mijn vader: waarom ben je toch zo? Weet je, alles sla je op in die rugzak. Ja. Ja. En dan komt zo'n filosofie als non-dualiteit voorbij. En die zegt van, laat die zak met stenen nou eens vallen. Mm-hmm. Je bent niet ergens schuldig aan. De dingen gebeuren gewoon. Die spelen zich af in jou. En ja, dan komen we op het concept vrije wil. Daar kun je het misschien straks nog over hebben. Maar als je alleen maar als inziet dat de dingen gewoon gebeuren. En wij geven de betekenis aan, goed, slecht. Ja. Dit had anders moeten gaan. Ja, 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 ja. En daar komt ook de schuldvraag natuurlijk. Van, wat heb je weer stom kunnen zijn. Ja. Ja, maar, terwijl dit is wat er voorbij schoof en ik deed het ermee en ik geloof niet dat mensen moedwillig dingen slecht doen of zo. Dat kan, waarom zou je dat doen ook? Nee. Ja, werd me wel aangepraat. En het maakt het dus toch, ja, en vooral als je het op jongere leeftijd is natuurlijk. Indruk. Ja, en dan ik was op de basisschool vaak de beste van de klas en dan plant zich ook zo'n idee in je hoofd. Als je ergens de beste in bent, dan houden mensen van je. Ja. Dus daar is ook dat perfectionisme uit voortgekomen. Ik moet altijd de beste zijn. Altijd maar met cijfers, bij de radio ook, luistercijfers, waarderingscijfers. Had je wel het juiste beroep ook uitgekozen, precies, denk ik. Ja. Wow. Ja. Maar ik denk dat veel mensen het kennen, want we worden kapot gegooid met cijfers. Ja. Hè? Alles wordt uitgedrukt in wat brengt het op. Hoe lang is het rijden? Hoe lang duurt het? Alles maar in die cijfers. Terwijl jij ook in het gesprek wat wij voor mijn podcast hebben gevoerd, zei, er is een dimensie waar helemaal niet gekeken wordt naar leeftijd, tijd, duur. Ja. En daar voeren wij de hele dag oorlog over. Over die cijfertjes achter de komma. En ik krijg nog 5 cent van je. En Ja, als ik me daar een beetje op afstem ook, of gewoon een verbinding mee maak, dan hoor ik zo'n gelach bijna. Ja. Van, nou jongens, doe vooral je best. Ja. Je komt er vaak op een bepaald moment erachter, maar daar zat het niet in. Nee. Maar dat herken ik ook heel erg toen mijn kindjes geboren waren, die eerste week. Gewicht. Ik heb echt als protocol van minimaal of maximaal 1 keer per 2 dagen wegen. Niet, vraag mij maar hoe het is. Ik kan het je haar fijn vertellen, maar dat is mijn kind. Ja, je ziet het, daarna mag je het 1 keer in 2 dagen testen. Ja. Maar de andere, maar dat was echt wat is mensen dat vallen toch? Van hun stoel als dat überhaupt al als idee geopperd wordt. Ja. Ja, en dan moet je dus echt van tevoren aankondigen ook, voordat je een bedrijf inschakelt. Ik denk wel zo en zo, en dus doe alsjeblieft niet iemand die zegt dat het op een bepaalde manier moet, want die loopt bij me weg. En ik, het zijn schijnzekerheden, hè? Je denkt dat je, zo voelt het voor mij althans wel, ja. Ik ben ook altijd, ergens naartoe moet, ga ik eerst op Google Maps kijken, hoeveel kilometer is het, hoe lang is het rijden. Maar inderdaad, ik hoorde van jullie ook, hè, want je man bracht jou hier en
Het eerste, het is, we hebben het niet over hoe lang heb je gereden. Nee, we hebben een mooie omgeving gezien. En we hebben, ja, daar moet het om gaan. Ja. Wat zitten we nou weer in? Dit? Ja, ik heb een uur in de file en dit en een uur zus. En dan ben ik een uur kwijt. Ja, ja. Wat heeft het je gebracht of niet gebracht? Of hè, wat voor indruk heeft het gemaakt? Dat zijn veel interessantere gesprekken vaak. Hè? Hey, en non-dualiteit, je noemde het net al eventjes. Als je dat nou vertaalt in jouw eigen Patrick Hikken woorden. Woorden, ja. Daar ga ik wel op aan. Dus ik vind het mooiste onderwerp om over te praten. Omdat het me zo... Ja, ik heb wel eens een keer gezegd, non-dualiteit heeft mijn leven gered. Nu is dat, zijn dat wel hele grote woorden, maar het heeft me in ieder geval wel... Het was voor mij echt wel dat, die switch die ik nodig had. Nou ja, wat betekent non-dualiteit voor mij? Komt uit India. Het is een filosofie. Daar wordt gezegd, niet twee. Dus we zijn vaak gewend om te zeggen eenheid. Maar zij beweren zelfs, nee. Want als je zegt, dit is één. Ja, dan is er dus ergens nog een ander. Dan is er nog een ander. Ja, dus ze houden het bij niet twee. Weet je wel, gewoon een soort abstract begrip waar je niks mee kan. Nou, dat vind ik al fijn. Dan krijg ik al een soort gevoel op de achtergrond van, oh ja, heerlijk. Nou, dan wordt de persoon onder de loep genomen. Wij denken heel erg dat wij... niet alleen een ikje hebben, maar een ik zijn. Het komt ook door taal. Ik heb zus, ik heb dat. Zij zeggen, onderzoekers, waar zit die ik? In de hersenen hebben ze nog nooit een gebied kunnen vinden waar de ik zit. Het is niet erg om af en toe gecentreerd te zijn hier, hè, want dat is ook nodig. Het moet gewassen worden en die nagels moeten geknipt en dat haar en dat ding moet gevoed worden. Maar als je daar helemaal in gaat wonen, in dit hier en in dit hoofd, ja, dan wordt een hele enge plek. Want het universum is enorm en dan ben jij alleen maar dat nietige ikje wat jou is aangeleerd. En dat zie je ook, je zult dat ook zien bij je kinderen. De eerste paar jaar ziet een kind geen verschil tussen zichzelf en de wereld. Het kan verwonderd naar zijn eigen handjes kijken van, oh, of het ziet zichzelf in de spiegel, heeft niet het idee, dat ben ik. Nee, dat moet een kind verteld worden. Ja, dat ben jij Pietje. En vaak praten ze ook nog in de derde persoon over zichzelf. Hè? Pietje heeft honger of Klaasje heeft honger. Nee, je moet zeggen, ik heb honger. Oh, ze worden echt gedwongen om in dat lijf te gaan wonen. Dat wordt een soort ik-kramp. En de eerste paar jaar van ons leven mogen we ook nog alles poepen, plassen, alles omgooien. Alles is prachtig. Maar dan komt er een leeftijd dat we onder beschuldiging komen te staan. Van, hé, dat moet jij niet meer doen. Dat heb je goed gedaan, dat heb jij slecht gedaan. Ja, die doener wordt in non-dualiteit ook heel erg onderzocht. Zit er in jou wel een doener van het gedane? Of gebeuren de dingen gewoon? En komt je hoofd er later bij met een soort beoordeling van, nou, dat heb ik goed gedaan, slecht gedaan, moet ik de volgende keer beter doen? Dat is voor mij non-dualiteit. Die dingen onderzoeken die je allemaal maar aangepraat zijn. Jij bent alleen maar Thea. Jij hebt er nu voor gekozen om zo te gaan zitten. Had je niet anders moeten kunnen gaan zitten? Weet ik wat mensen allemaal, of wat je brein allemaal kan verzinnen? Mm-hmm. Ja, daar praat ik graag over, daar lees ik graag over en ja, ik maak daar ook podcasts over. Ja, want wat intrigeert jou dan exact, essentie? Ja, kijk, ik ben natuurlijk al een beetje een rebel. Dat zie ik ook meteen als iets. Van kinds af aan was ik in de klas natuurlijk ook van, jullie zeggen allemaal dat we het zo doen. Nou, dan gaan we het ook eens zo proberen, want dat zou ook kunnen. Dus dan komt er een filosofie voorbij die zegt, die eigenlijk 180 graden anders beweert dan wat de wereld beweert. Ja, dat wat jij eigenlijk überhaupt al... Ja, daar ga ik wel op aan. Dan denk ik, maakt niet uit wat je zegt. Precies. Nu voel ik hier ook al wat bij. Maar dat was in eerste instantie, het is natuurlijk best een hele rebelse filosofie. Want ja, hallo. Want dat gaat, je hebt in non-dualiteit ook allerlei stromingen weer. Hè? Ja. Je hebt zelfs, je hebt non-dualiteitssprekers, die komen naar Amsterdam vanuit Engeland, die zelfs beweren dat deze hele wereld maar gewoon een droom is. Weet je wel? Het is Maya. Het is, ik wil het geen illusie noemen, maar het is eigenlijk, ze beweren zelfs dat als jij vannacht in de diepe droomloze slaap ligt, hè, dan ben je wakker. Oh ja, andersom. Nu zijn we aan het dromen. Nu dromen we dat we Thea en Patrick zijn die een gesprek voeren. Ja, ik krijg alweer kippenvel. Kijk, ik vind dat zoiets. Ook al blijkt over 40, 50 jaar dat het complete onzin was. Het idee alleen al dat we daarmee mogen stoeien en dat we daar eens naar mogen kijken. Want wie zegt ons, wat jij, zo'n houding heb jij ook. Het zou waar kunnen zijn. En dat ik er dan zo op reageer, dat zegt toch wel iets. Dat het blijkbaar van binnen iets enthousiast aan het worden is. Gaan we het daarover hebben? Nou, nu ben ik ook van de partij. Ja, en ook wel een beetje nu gaat het. Nu hebben we het eens een keer ergens over. Ja. In plaats van altijd maar de voetbaluitslagen van gisteren en de... Ja, dat ja. Ja, want dat heb je natuurlijk, dat ken je. Dat heb je doorleefd ook. Ja, voelt het ook zo? Is dat... Ja?
Ja, dat heb ik wel. Er zijn niet veel wereldse zaken meer die me heel erg interesseren. Nee, ik merk het ook meteen. Ik weet niet of je het zelf hoort. Aan je stem ja, hoor ik het. Ik ga aan. Een beetje. En, ja, maar nu, als we het dan nu hierover hebben, dan zakt die... Je hoort nu van, daar gaan we weer over. Ja, omdat dat is echt wel... Omdat ik het daar ook overal in gezocht heb. En dat, maar ook uiteindelijk is dat wel ergens voor nodig geweest. Je kan wel zeggen van geld gaat me niet gelukkig maken, maar ik heb het kunnen uitproberen. Ik heb kunnen kopen wat ik wilde. Ik heb die roem gehad. Ik heb op een podium gestaan voor 25.000 mensen. Ik weet dat dat leuk is, maar dit is op dit moment veel waardevoller. Dat zeg ik ook tegen mensen als ze vragen van waarom hoor ik je niet meer op de radio? Ik zeg, ik was blijkbaar ergens anders nodig. Mooi. Nu in deze setting. Ja. Ja. En zo ervaar je het ook echt. Nu kan het ook alweer uitgelegd worden. Ja, maar jij gebruikt dat gewoon om jezelf voor de gek te houden. Ja, tuurlijk. Net zoals wat ik ook tegen jou zei. Over jou. Jij noemt het vroege zwangerschap. Hè? Ja. Dat mensen zeggen, ja, maar je wil gewoon die pijn niet voelen. Dat je niet precies, op de radio bent. En daardoor ga je maar zitten verzinnen. Ik was ergens anders nodig. Ja, zo voelt het niet. Nee. Ik heb bijna geen radio meer aan. Het interesseert me niet meer. Ik vind het niet meer spannend. Nee. Te lang, te vaak gedaan. Ja, maar gewoon klaar. Ja, klaar. Soms zijn dingen toch gewoon over. Het is gewoon een hartstikke leuke attractie geweest. Ja, zo van van de achtbaanrit. Ja. En nu gewoon weer andere. Maar toch nog steeds in die gesprekken, in het contact. Ja, dat wel. Dat vond ik bij de radio ook het leukste. Want ik heb natuurlijk duizenden mensen aan de telefoon gehad. Ja. En al was het maar 3 minuten even met elkaar lachen. Of humor is wat dat betreft voor mij ook gewoon de enorme... Als we het over verbindingen hebben, humor een enorme verbinder. Want als jij me aan het lachen maakt, ik jou... Dan ontspannen we toch even allebei totaal. Dan zijn we uit die ik. Ik wou net zeggen, dan ben je ook even uit die ik. Ja, dan ben je meteen aan denken. In het moment. Daarom gaan we ook zo graag naar cabaret. Daarom gaan we graag naar dansfeesten. Daarom... Eventjes die ikjas uit. Ja. Opgaan in wat is. Ja. Ja. En doe je dat zelf? Zoek je dat soort plekken nog heel erg op? Of is dat eigenlijk door je leefstijl nu al minder nodig, zeg maar? Het is sowieso minder nodig. Ik heb het natuurlijk ook veel zelf gedaan. Ik heb aan de andere kant van het podium gestaan. Ja. Ja. En dat was ook bijna een spirituele ervaring. Want ik zat dan de hele dag thuis allemaal cd'tjes uit te zoeken. Toen nog cd's. Die ga ik draaien, die ga ik draaien. De bedoeling is dat je er bent, dat je genoeg materiaal bij hebt. Maar uiteindelijk, het lijkt alsof er een soort onzichtbare hand uit het publiek komt die jou leidt. En samen wordt het feest. Oh, dat is toch echt een organisch... Ja, dat werkt enorm. Iedere grote artiest en discjockey kan dat beamen. Jij maakt niet alleen het feest. Dat is, het publiek valt weg in de zin van dat het publiek is. Het wordt dit. Ja. En het wordt een soort samenspel, net als dit gesprek, een soort dans samen van waar het naartoe gaat. Nou, dat zien we wel, wat de avond wil. Ja, dat. Ja. Dus echt door het moment gedragen. Gegrepen en gedragen worden. En dat vertrouwen hebben. Ja, dat zit dus wel in jou ook. Ja. Dat niet... Dat heb ik daar wel geleerd. Dat ik het niet doe. Nee, ik precies. Heb ook niet met die interviews en gesprekken het idee dat ik het doe. Ik ga op in het gesprek. Ja. Af en toe steekt wel de kop op die zegt van... Hey, zou je niet eens, weet ik wel, rechter gaan zitten of zo? Ja. Dan word ik ineens, woon ik ineens weer in dit lichaam, word ik ineens weer heel zelfbewust. En dan, maar dan, ik leer dan wel weer daar dan niet meer te veel naar te luisteren of zo. Nee. Ja, dat is fijn. En die non-dualiteit, is dat ook hoe jij kijkt naar bewustzijn? Want dat woord zie ik ook vaak in jouw dingen voorbij. Is dat hetzelfde of is dat... Ja, het is een soort benaming eigenlijk voor het onnoembare. Hè? Toen ik in het begin met non-dualiteit in aanraking kwam, 2009, ben ik ook die podcast gestart, praten over bewustzijn, samen met de filosoof en cabaretier Paul Smit. Ja. En toen gingen we er eigenlijk een soort van uit van, nou, we zijn dat ene bewustzijn. Ja. En dat doet en omvat alles. En later ben ik dat woord wel een beetje gaan loslaten, omdat... Dan maak je het tot iets wat een soort buiten je is of zo. Hè? Ja, dat risico loop je. Ja, terwijl als je het gewoon een soort van de thuisbasis noemt, of het onnoembare, of het kennendheid, het kennende in ons, wat alles aanschouwt, weet je wel. Ja, dat voelt al, weet ik niet, dichterbij of zo. Bewustzijn kun je nog zeggen, nou ja, dat is ergens hier, zo. Ja, toch iets ook om je heen misschien, in plaats van dat het jou omvat. Ja, en draagt. Ja. Ja, dus ook het dragen. Ja. Wat jij gedragen? Ja, absoluut. Ja, maar uiteindelijk draag je dan jezelf, zou ik willen zeggen. Je bent de draagmoeder van de wereld. Maar dan, kijk, dat zegt nogal iets. Hè. Dat zegt dus eigenlijk dat het nu lijkt alsof hier twee verschillende mensen zitten. Maar eigenlijk zit hier gewoon het ene
noemen we dit even, zit met zichzelf te doen alsof het twee is, weet je wel. Het doet alsof het Thea en Patrick is. En ja, ik weet niet, die intimiteit, ik vind dat wel fijn. Dat ervaren we natuurlijk soms in persoonlijke relaties heel erg. Maar ja, ik vind het wel fijn als dat op de achtergrond soort stilletjes aanwezig is of zo. En wat bedoel je dan met intimiteit? Ja, een soort vormloze connectie, ja, toch ook weer. Verbinding, ja. Ja, dat dus eigenlijk niet zo gek veel verschil is tussen jou en mij. Ik bedoel, uiterlijk wel. Je bent een jonge vrouw. Ja. De vorm ja. is anders. Hey, ik heb al eens gehoord, the lamps are many, but the light is one. Ja, dat. Dus er zijn allerlei soorten lampen, maar het licht is één. Ja. Wat ons verlicht, wat ons in leven... we noemen het ook niet voor niks het leven. Ja, dus één, ja ik noem weer één, maar het leven is iets... Dat is niet deelbaar. Nee, ik voel het zelf ook wel eens van wie ben ik? Van, ik ben een energiestroom met de vorm Thea. En dus ook met dit gedachte, dit brein en dat alles. Maar uiteindelijk, in essentie, is het gewoon die energiestroom. Ja. En daarom vertrouwen. Ja, en dat ook genoeg is of zo. Want daar zit natuurlijk altijd toch weer die... Hey, en als je nu de mensen kijken, wat is er iets wat jij ze graag wil meegeven? Is een soort van jou, een soort boodschap die jij. Hey, ik heb zelf wel een live mantra die ik er heel vaak in gooi, wat dan ook, maar of die komt gewoon ook heel vaak voorbij. Maar voor jou, wat is jouw? Ja, mijn podcast, die andere, die interviewpodcast waar ons gesprek ook op komt te staan, dat ik met jou gevoerd heb, leven zonder stress heet niet voor niks zo. Ik gun iedereen een stressloos leven. En dan wil dat niet betekenen dat je dan nooit meer in je leven stress mag ervaren. Maar ik heb toch geleerd dat die non-dualiteit, dat er in ons, hè, dat andere mensen bereiken dat met mediteren, dat er in onze plek is een soort oog van de storm. Weet je, hieromheen is gebeurd van alles, maar jij zit in het oog van de storm eigenlijk veilig. Dat we veilig thuis zijn. En dat je niet te veel probeert uit die wereld iets te halen. Ik zeg dan altijd wel eens van, het is net als een feest. Je hebt mensen die gaan naar een feest. Die zeggen, nou, het zou mij benieuwen of dit een leuk feest wordt. Jij maakt mede het feest, hè? Dus zie in dat geluk is niet iets wat je uit de wereld haalt. Nee, dat breng je mee hier naartoe. Het komt door jou heen. Het is niet iets wat we uit elkaar kunnen halen. Het lijkt wel even zo, hè? Dat als ik heel erg dorst heb en ik drink dat water. Oh, maar is het dan niet omdat ik eerst dacht, ik moet water. En dan is die gedachte weg en dan kan ik weer ontspannen in het perfecte. Als je het al een naam wil geven, ja. Ik vind dat nog wel eens lastig. Woorden geven aan dat. Jij bent ook heel erg een gevoelsmens, toch? Ja, zeker weten, ja. Ja, het is dan meer inderdaad die verbinding van voelende, hè, van de eenheid. En dan kun je het, vind ik, altijd eigenlijk over alles hebben. Maar de rest valt gewoon weg. Het is die verbinding die dan, dat draagt het. Wat dat betreft vind ik het wel jammer dat ik eigenlijk geen vrouw ben. In de zin van... Zo, ja. Nou, dat kan ik wel vertellen. Ja. Omdat ik kan me voorstellen, als jij zwanger raakt, er groeit iets in jou. Het beslist zelf of, heb je ook al verteld, of en wanneer het eruit komt. Het gaat allemaal organisch en vanzelf. Dan kan je toch niet meer ophouden dat jij degene bent die dit gecreëerd heeft. Hè? Dat dit ervoor gezorgd heeft dat het armen en beentjes krijgt. En op het moment dat we die navelstreng doorknippen, dan hebben we zo'n soort idee van dat het helemaal zelf... Maar het is toch nog steeds... Dit is uit jou voortgekomen. Dus hoe kan je nou ophouden dat dat door jou gemaakt is? En dat het ineens iets is wat apart... Ik kan me niet voorstellen dat jij je kinderen als iets apart van jou ziet. Dat kan toch niet? Nee. Dat is toch gewoon een... Ik wil het geen verlengstuk noemen, dat klinkt ook alweer zo. Nee, ja, maar... Dat is toch gewoon deel van jou? Ja. Dat is toch... Ja, kan ik echt niet anders... Nee. Ik was toen Ruben geboren werd nog heel nieuwsgierig ook van... want ik voelde al zoveel liefde ook voor Lucas. Gewoon dezelfde als die voor jezelf was, misschien nog wel groter. En dacht ik, hoe komt het dan? Bijna toch weer die gedachte, zou er genoeg zijn? Ja. En hij wordt geboren echt, en in de buik natuurlijk al wel, dat hij zo steeds die connectie voelt. Maar dan in één voel je er gewoon dezelfde bel als het ware, of universum komt er gewoon bij. Ja. Van, wow, dit is, ja. Zo en dat gaat inderdaad natuurlijk, daar hoef je niks voor te bedenken. Ja. Nee. Maar je leert het ook, ik begin dat ook steeds meer in andere mensen te zien. Kijk, jij en ik zijn hier elkaar vooruit. Ja, uiteindelijk zijn we wel allemaal uit hetzelfde voortgekomen. Dus dan zijn we toch eigenlijk allemaal al familie van elkaar. Ja. En hoe zou ik het dan in mijn hoofd kunnen halen om jou iets naars aan te doen? Of om jou echt moedwillig iets af te pakken of te kwetsen? Ik bedoel,
Zeg niet dat er niet tussen ons dan wel eens een keer iets zou kunnen gebeuren, bonje of weet ik wat. Maar het, ja, ik vind het, je gaat gewoon veel liefdevoller om met alles en iedereen. Als dat besef er is. En, dat, ja. En hoe merk jij dat in je dagelijks leven? Ik ben wel een stuk rustiger geworden en hopelijk een stuk minder egoïstisch. En dat kan mijn vriendin denk ik ook wel beamen. Ik heb nu een totaal andere liefdesrelatie dan bij wijze van spreken 10 jaar geleden. Dan was het toch nog echt wel die blonde vrouw met die mooie borsten. Die moest naast mij lopen op die filmpremière, weet je wel. Ik moest iets aan mezelf toevoegen. Oh, dat. Ja, ja, je moest compleet worden. Ja, je gaat jezelf groter maken. Je moest in die dure auto rijden. En je moest die strakke kleren aan. En die mooie Gucci zonnebril. Weet ik wat je allemaal kan verzinnen. Nou, nu gaat het eigenlijk meer om geven, geven, geven. Ik, met de radio ga je van een enorm salaris naar nul. En dan ga je dit soort gesprekken voeren op podcast en YouTube. Ja, op de een of andere manier voelde dat gewoon als dat de bedoeling was. Ja. En nu betaalt zich dat ook terug na een jaar of 15. Kijk ineens, oh, er staat een stukje in de Viva. En dan moet je wel weer opletten dat je niet weer jezelf. Oh, dat heb ik toch maar weer goed gedaan. Nee, want ik kan niet ophouden dat ik dit gedaan heb. Dit kwam door mij heen. Er is geen Patrick Kikker die daar de claim op mag leggen. Ik zeg, zet mijn naam ook zelden onder de interviews of zo. Interviewer Patrick Kikker, weet je wel. Natuurlijk, het mag wel als een soort van toevoeging. Ja, en het is de vorm. Ja, hè? De vorm. Ja. Dat mensen je misschien terug kunnen vinden als het aanspreekt of wat dan ook of niet. Ja. Maar je gaat niet te veel meer, dat doe jij volgens mij ook niet, de claim leggen van kijk eens hoe speciaal ik ben. Nee. Weet je wel? Nee. Je wordt eigenlijk steeds normaal. Eigenlijk is dit de normale staat. De natuurlijke staat van zijn is zo ontvankelijk zijn, zo gevoelig zijn, zo respectvol zijn. Alleen dat zijn we als een soort van, nou, dat is normaal. Nee, degene die het hardst van de berg schreeuwt, die noemen we dan speciaal of zo. Ja, wat is daar dan nou speciaal aan? Die roept toch eigenlijk alleen maar, heb mij lief. Kom, zeg me dat alles goed komt. Dat zie ik bij zo'n Gordon als ik op tv zit. Die man moet toch eigenlijk gewoon eens een keer door 10 mensen geknuffeld worden. Gezegd, het is goed, Gordon. Er is niks mis met jou. Ja. Misschien moeten we met elkaar eens een keertje... Moeten we Gordon hebben. Als je kijkt... Ja, moeten we even Gordon bellen even op. Ja, ja. En dat zou dan ook mijn boodschap zijn aan mensen. Ja. Je bent echt oké, zoals je bent. Er hoeft niks aan je toegevoegd te worden. Er hoeft niks van je afgehaald te worden. Laat het gewoon gebeuren. Niet zo geforceerd en verkrampt. Want zo, ja, ik weet zelf ook hoe dat is om zo te leven. Dat is niet fijn. Nee, dat eist zijn tol en zijn energie natuurlijk in alles. Maar ik had het toch niet willen missen. Want dat is ook wel weer... Ik snap het heel goed wat je het zegt, maar... Want zonder wrijving geen glans, zegt dan een of andere zenmeester. En daar geloof ik wel in. Maar is het dan iets, die wrijving die ieder mens moet doorstaan of zo? Hoe zie je dat? Of is dit gewoon, voor jou persoonlijk, is dit jouw reis van avonturen, zeg maar? En een ander heeft gewoon... En misschien iemand gewoon wel van glans naar glans. Ik bedoel het... Ik zie het toch, je ziet het in ieder verhaal terug. Ik bedoel, het Jezus verhaal is toch ook gewoon het kruis wat je moet dragen. En daarna een soort van ontwaken en verlicht zijn en opgaan in het al. Ja, ik zie het in principe in het groot en het klein zie je het eigenlijk overal gebeuren. Hè? Burn-outs zijn er een voorbeeld van. Mm-hmm. Ik hoor wel eens, zonder crisis geen ontwaken. Het lijkt wel alsof het bestaan echt even gewoon aan jou rammelt. Hè? Net zoals een boom die zijn oude bladeren moet verliezen. Er wordt even gerammeld. Alles wat niet meer bij hoort valt van jou af. Dat, ja. Je voelt je heel naakt en kaal en kwetsbaar. Maar nou, als vanzelf groeit er weer iets. Mooi ook. Voelbaar in je woorden. Ja. Ja, en voor de een is dat natuurlijk ook gewoon lijfelijk, zeg maar. Een crisis, ik zeg maar wat. En voor een ander is het echt mentaal, wat je minder ziet. Ja. Wat ik zelf ook wel heel sterk ken, hoor. Gewoon hoe die gedachten, hoe dat allemaal werkt en hoe dat ook überhaupt een verslaving kan zijn. Ja. Dat noem ik zelf nog wel eens een van de grotere onzichtbare verslavingen die er zijn. Zeker, denken is echt een verslaving. Alleen er is een moment tussen twee gedachten, dat heb ik van Eckhart Tolle geleerd. En eigenlijk daar proberen dat te pakken. Hè. Dus je hebt een gedachte van gisteren en morgen, maar daartussenin zit een soort minuscule opening. En Eckhart Tolle noemt dat dan de kracht van het nu. Dat je tussen die gedachten in, dat je ziet, maar wacht eens even, als ik niet denk, ben ik er dus ook nog. Dat. Is dat eigenlijk niet heel fijn? Weet je wel? Gewoon... Die bewustwording is eigenlijk eerst aan. Ja. Maar als je jezelf heel erg als een ik of als een persoon aanziet, dan moet je wel de hele dag met gedachten bezig zijn. Ja, maar moet je ook alles invullen. En inkleuren en inplannen. En moet jij het allemaal doen. Juist, dan ben jij in control. Ik moet goed nadenken over alles. Ik vergelijk het wel eens met zo'n kaartenhuis, weet je, wat je dan opbouwt. Zo, je hebt die kaarten heel voorzichtig, maar je weet, je hoeft maar één keer te blazen.
En we zijn maar de hele dag bezig. Nee, mijn kaarthuis. Jij moet anders. Ja, nee, want mijn kaarthuisje moet recht blijven staan. En bij de een zal het misschien wat steviger staan dan bij de ander, maar... Ja, ik ben opgehouden met mezelf tot een beeld te reduceren. Dat is ook zo bevrijdend. Niemand vindt het toch fijn om in een hokje gestopt te worden. Als ik nu jou reduceer tot vriezin, of tot jou al een vrouw noemen, vind ik eigenlijk al een... Niet dat er iets mis is met vrouwen, maar daar reduceer ik jou toch. Ja, helemaal. Ja. Dat was al in ons interview. Dan ging ik jou ineens een millennial noemen. Ik denk ook, ik zit ineens in het millennial hokje. Weet je wat? Die labels die we op onszelf en elkaar plakken, dat is toch... Dat is wel een diepe zit dat ook, hè? Van, ja. Het zit zo collectief en inderdaad in onze taal ook. Ook. De neiging is zo... En dat, ik snap het ook wel vanuit controle, want dan heb ik jou een soort van gereduceerd tot een begrip. Nou, nu kan ik met jou dealen op het begrippenlevel. Jij bent een vrouw, 35, uit Friesland, 2 kinderen, man. Oké, dan heb ik van jou een mooi plaatje gemaakt. Nou, daar kan ik wel wat mee. Ja, maar dan sla ik toch alle leven uit jou. Kom op, hé. Helemaal gekaderd. Ja. Het mooiste, en dat noemt Eckhart Tolle, denk ik dan ook, dat moment tussenin, is toch het spontane, noem ik dan vaak. Hè? Het niet bedachte. Hè? Ja. Ik was een keer ergens gelezen, al het mooie ontstaat, al het lelijke is bedacht. Dacht ik, ja, nou ja. Het is misschien een beetje gechargeerd, maar het is wel waar. Wij herkennen ook in muziek of dat iets is wat bedacht is. Ja. Of dat het iets is wat ineens ontstond daar, een liedje. Wauw. Ja. Als ik dit allemaal van tevoren, of jij de, zat nu met een lijst met vragen. Oké, vraag 2. Weet je, dan voelen de mensen ook ineens, het zijn weer 2 bedachte mensen. Ja. Bedachtzame mensen. Nee, ja. Het vloept gewoon eruit. En bij jou ook. En dan... Ik ben in ieder geval ook meer geboeid. Als het in het moment... Tenminste, als ik naar iets anders kijk of luister ook. Ja. Ik ben meer geboeid als het daarin ontstaat. En het mooie was... Ik heb zelf een paar jaar geleden iemand geïnterviewd. Het was een man uit Noorwegen. En die had een ziekte in de familielijn ook. Maar waardoor die 17 kilo was of zo. 30 jaar. En er is geen spierweefsel. En hele lijf vergroeid. En ik was zo gefascineerd nadat ik foto's van hem had gezien. Van ik denk, nou, die man die wil ik eens interviewen. Dat heb ik gedaan ook. Maar ik had allemaal vragen inderdaad. Ja. Ook van, hoe doe je dat en hoe leef je dan? En we waren nog maar net met elkaar in contact. Eigenlijk net zoals nu, maar dan online. En hij zei, do you have any more questions? En ik zat daar. Ik dacht, nee, eigenlijk niet. Nee. Alles komt. Ik denk, de enige die hier een handicap heeft, ben ik. Die denkt dat hij een handicap heeft. Ja. Maar hij was ook echt heel erg gesteund. Dat voelde je daarin wel. Gewoon altijd door zijn ouders en door de zorg eromheen. Mm-hmm. Om gewoon een normaal leven te leiden. Dus dat zei hij zelf ook. Hij zei, dat is echt dat is gewoon een stuk fundering van mijn leven. Als je zo'n lijf hebt als dit. Maar hij leefde gewoon wat hij wilde. En waar hij toe gedreven werd. En in politiek en in werk. Hij liet zich horen en... Nou, we kregen een gesprek over welke vakanties die nog graag wilden hebben. Maar alles met vrienden natuurlijk. En dus alles gedragen, letterlijk op een brancard. Maar ook toen weer op mijn vraag van, heb je dan nog extra dingen nodig? No, why? Ja, oh, ja. Ik ben al compleet. Echt dat. Het vond ik zo. Ik denk, alles. Ja. Het woord oorspronkelijk komt in me op. Hè? In taal zit ook best wel veel vanuit de oorsprong. Oorspronkelijk. Ja. Enthousiasme is nog zo'n mooie. On to. De vertaling was volgens mij van God, weet je wel, inspiratie, in spirit. Het zit in taal, zit het eigenlijk allemaal al verscholen. Iedereen die je spreekt, Beethoven bijvoorbeeld, niet dat ik hem gekend heb, maar daar gaan er verhalen over. Die wilde op een gegeven moment niet meer Beethoven onder zijn symfonieën schrijven, maar van God gekregen. Van het ene, het kwam door mij heen. En heel veel grote artiesten, hoe ouder ze worden, komen ook zeggen, ja... Ik kan hier niet meer de claim op leggen. Ik krijg dit ook maar cadeau. Ik ben ook maar een boodschapper. Ik kom ook maar gewoon brengen wat er door mij heen komt. Ja. Ik heb wel eens de uitspraak nog gehoord. Ik ben een gaatje in de blokfluit waardoor God muziek maakt. Wauw. Dat is ook wel mooi, hè? En dan, als je allergisch bent voor het woord God. Bedoel, sommige mensen zijn natuurlijk met het geloof om de oren geslagen. Dan noem je het ene. Of de draagmoeder of weet ik wat. Maar ja, dat is toch wel een fijne positie, hoor. Ja. Daar zit dat stuk gedragenheid wel weer in. Maar ook enerzijds een stuk nederigheid van het dienende. Dankbaar, zeg maar, aan de energie die door jou heen stroomt. Ja. Of het leven. Zo voelt het voor mij ook vaak. Het leven die door mij heen stroomt. En dan dus voelende. Natuurlijk maak je daarin keuzes. Alleen al wat voor eten je op een dag. Mm-hmm. Ik zeg maar wat. Hè? Gewoon dat wel. Maar je voelt wel... Ja.
En het is zo leuk met die ik, hè. Als ik nu zeg, kijk, nu zeg ik, dat heb ik van Jan van Delden geleerd. Nu zeg ik, ik drink. Dan zeg ik ook nog wel, ik slik. Maar ik zeg niet, ik slokdarm, ik maag, ik verteer. Nee, als het eruit komt, zeg ik weer, ik plas. Dus we zijn met die ik ook nog zo selectief als de pest. Ik groei niet mijn haar. En als je dit in de normale mensenwereld zegt, gaan mensen zeggen, is koekoek. Maar je zegt niet tegen jezelf, ik groei mijn nagels. Ik heel mijn wondje, dat zeg je niet. Maar bij andere dingen, hè, zo, dat heb ik toch maar weer goed gedaan. Met autorijden voel je dat soms ook, toch? Dan word je gewoon samen met de auto, ja. Word je de autorit. Dat is niet, want ga maar eens heel zelfbewust autorijden. Nou, dan komt er heel wat op je af, hè, want dan moet je de hele tijd... Ja. Je gaat gewoon. Ja. Je voelt ook al aan, als, nog voordat iemand zijn knipperlicht heeft uitgedaan, dat voel je toch gewoon. Je voelt al, dat stukje wil naar links. En wat is dat dan? Kunnen we dan echt zeggen dat ons kleine stukje zelfbewustzijn is die dat allemaal maar regelt de hele dag? Ja, ik zou gewoon eens zeggen, onderzoek dat eens. Als je daar durft daar in ieder geval eens aan te twijfelen. Dat je voor alles en iedereen verantwoordelijk bent. En dat wil niet zeggen dat je onverantwoordelijk moet. Nee, je wordt juist verantwoordelijker. Maar niet... Oh, wel voor je... Voor het hele zijn. Voor je zijn, ja, dat. En niet voor die Patrick die maar verdedigd moet worden de hele dag. Nee, precies. Ja, en daardoor wordt het ook juist een soort krachtiger aanwezigheid. Ja. Open en in verbinding ook met de ander. Die, ja, met alles. Die net zo'nzelfde bijzondere reis door maakt. Of avonturenrit of wat dan ook, hoe je het maar noemt. Maar, ja. Ja, wat blijft er dan nog over? Dan weet je, ik ken verhalen van mensen die in normaliteit, die zitten gewoon zo een paar uur bij elkaar. Wordt niet veel verteld. En dan gaan ze weer en zeggen, dat was gezellig. Ja, was gezellig. Dat, snap ik bedoel? Mm-hmm. We zijn natuurlijk ook, dit is ook weer heel geconditioneerd. Dat we eigenlijk, tenminste, ik ben in een interview ook altijd bang om stiltes te laten vallen. Maar hoe fijn is het eigenlijk om gewoon samen te zijn en niks te hoeven, niks te moeten. Ja, ik doe het inderdaad wel als ik spreek. Er vallen er ook vaak wel stiltes in. Dat is bijna altijd wat ik dan als eerste terugkrijg. Wat fijn. Ja. Dat het even stil mocht zijn. En ik sta er zelf nog niet meer stil. Dus oh ja, dat waren ook stiltes. Ja, hoe zegt dat, hè? Ja, want uiteindelijk, als het waar is dat dit overal in zit, dat de hele wereld doordrenkt is van dat ene, dan roept dit het net zo hard dan deze mond. En snap je wat ik bedoel? Dan schreeuwt eigenlijk, of fluistert moet je eigenlijk zeggen, fluistert alles dit tegen jou de hele dag. Mm-hmm. Die vogel die nu hoort, of dat zegt allemaal hetzelfde. Alleen ja. Ben je er, sta je er open voor of zit je met je aandacht alleen maar bij, oh nee, het is al bijna 5:30 en ik moet dit nog. Ja. Dat is volgens mij ook mindfulness, maar nu hou ik op met praten. Maar heb je nu ook bijvoorbeeld dan dus gewoon fysiek meer stilte in je leven? Jawel, ja. Ik moet zeggen, geluid heb ik wel nog lang oorlog mee gevoerd. Omdat ik door die radio mijn oren eigenlijk een beetje verprutst heb. Ik heb hyperacousis, dat is eigenlijk overgevoeligheid voor geluid. Dus als jij nu naast mijn oor zo... Ja, dat zou ik wel eens... Je krijgt een beetje neiging. Ja, een beetje geïrriteerd kunnen worden. Toch weer met te proberen. Ja, ja. Ja, je mag hoor. En ja, ik heb zo'n pieptoon in mijn oren de hele dag. Maar ja, dat is ook allemaal maar... Kijk, dat kan ook alweer een hulp zijn. Want ik heb wel eens dat ik gewoon echt bewust naar die pieptoon ga zitten luisteren zo. Dan denk ik, is dat nou echt een vijand van mij? Ja, als ik het tot vijand maak, heb ik er heel veel last van. Ja. Ja, het hoort nu gewoon bij mij. Ik hoor hier, shh, en aan de andere kant hoor ik, pie. En het verandert ook. En het is voor mij ook bijna een hulp. Want het is een soort fluitketel. Heb ik op een dag, het is nu warm, we hebben best wel twee intensieve gesprekken gevoerd achter elkaar. Dan wordt dat wat harder. En dan zegt het een soort van, hey. Is een soort grens ook? Of ja. Van daar even weer de rust op zoeken. Daar even naar buiten, daar even wat eten. Ik zie het maar gewoon als een soort help. Zo kan je het toch ook zien. Dat is een soort helpertjes in je die jou een beetje laten horen hoe het met je gesteld, met dit lijf gesteld is. En dat hyperacousis, ja, dat heb ik gewoon. Ik heb oordoppen aan mijn sleutelbos hangen. Als ik in een restaurant zit waar echt heel hard geluid is, dan doe ik die twee oordopjes in. Ja, nu weet ik wel dat er hele spirituele boeken zijn die zeggen, ja, die tinnitus die verwijst naar dat je niet naar je stem in jezelf luistert. Het zou kunnen, ik weet het niet. Ik heb het idee dat ik wel aardig. Ik krijg wel van mensen terug dat ze zich wel heel gauw op hun gemak voelen. En dat je bij mij ook niet voelt dat ik...
vooropgezet plan heb of zo. Dat ik iets wil bereiken bij jou of zo. Dat ik nu een betere, een goede versie van mezelf wil verkopen. Want ik zit bij Thea Jorina in de vodcast. En ja, daar moet ik toch even goed uit. Ik wil even een make-upje op kunnen doen. Ah ja, ik ga even mijn wenkbrauwen en ja. Oh, heerlijk. Ja, nee, ja. Dat gevoel heb ik zeker ook niet bij jou. Nu zit dat ook niet zo sterk in mij. Dus dat, nee. Dat is daarin wel een goede match ook. En die vertrouwdheid hier. Ja. Weet je, wij kennen elkaar nu wel geteld 2 uurtjes. Mm-hmm. En we zitten hier op de bank alsof we elkaar nog kennen van de basisschool. Ja. Wat is dat toch, vragen mensen dan aan mij. Ja, is dat, zeg jou dat niet ook gewoon dat er in ons iets is wat geen tijd kent, geen ruimte kent, vormloos is, wat gewoon niet voor te stellen is, altijd al bestaan heeft, altijd zal bestaan. Gewoon dat je dat in elkaar herkent. Ik wou zeggen dat je dat ook dus in elkaar, dus, maar wederom onzichtbaar herkent. Dat is dit teken, in Lakesh. Ik herken mij in jou. Ja. De mij in jou, die ik ook ben. In Lakesh. Ja, dat. Er is veel wijsheid te vinden op dat gebied, hè, bij al die oude, in al die oude boeken en die oude stammen. Ja, en dan is volgens mij het dagelijkse leven, of de ervaringen gewoon ook in het dagelijks leven, zijn daarin gewoon hele mooie ervaringen die daarin voorbij komen. Want ik moet nu in één keer denken aan, nu je zegt van ik herken in jou, hoe zeg je dat? Ik herken mijzelf ja, in jou. Ja, dat was ook, ik heb een keer in de gevangenis in Leeuwarden een huwelijk gesloten. Dus ik had vooraf ook een gesprek met die man, een gedetineerde. En dat was eigenlijk, mijn mensen vroegen mij, wat raakte jou het meest? Ik zei, het had de zoon van iedereen kunnen zijn. Mm. Ik zei, natuurlijk heb ik mensen die je soms tegenkomt waarbij je voelt, wow, wat een, nou, bijna zo agressieve energie kun je voelen. Maar dit was een jongen die heeft op een moment een keuze gemaakt. Waar hij heel veel jaren het gevolg van mag inzien. Maar het was zo voelbaar dat ik ook daarin toen gewoon een soort van nederigheid voelde van, wow. Dat was waar ik het meest van onder de indruk was. En dat ik merkte van, oh, wat een geschenk om dit te mogen ervaren. Ook toen weer alle kaders, alle hakjes, het viel allemaal weer weg. Ja. Ik denk, nou, dan gaan ze weer. Wow, en dat werd dus ook van mens tot mens. Dat was puur dat. Hart tot hart, hè? Ja. En dat is dan wel weer mooi, want dan heb je zelf op zo'n moment, had ik dat op zich niet letterlijk door, maar toen gaf de manager daar op mij terug van, goh, wat mooi, je maakt echt contact, je maakt echt verbinding. Dan denk ik, ja, denk ik ook, dat wil je toch, maar dat is misschien weer niet waar iedereen zo vol van zit. Maar en, ja, ik was gewoon daardoor ook ontroerd van, ik denk, wow, een ander die denkt alleen maar aan zo'n keus, hij heeft hem letterlijk gemaakt. Ja. Het is maar één stap verder. Ja. Ja, vond ik in die zin mocht ik daar echt een paar dagen dat het omheen ging. En wat is de voorgeschiedenis van zo'n jongen? Ja. Wat voor gezin komt hij? Wat heeft hij zelf allemaal meegemaakt? Ja. Voorbeeldfuncties? Ja, want dat was heel mooi. Ook tijdens de ceremonie aan zich had ik 2 culturen, zeg maar. De Nederlands-Westerse cultuur, namens zijn achtergrond. Maar ook de Curaçao-cultuur. Van haar kant. Mm-hmm. Nou, toen zag ik ook letterlijk 2 werelden. En natuurlijk is er ergens verbinding. Maar je zag gewoon wel echt 2 werelden toen ook. Van die samenkomen. Ja, maar ook weer de verschillen toen op dat moment. Ja. In de manier van de beleving. En dan zag je weer van, wauw, hier zie je dus ook een stukje achtergrond en hoe je dus zo'n moment beleeft. Ja, de een maakt van, ondanks alles, altijd een feestje. Dat is weer de Curaçao, dat is gewoon uitbundig, dat is gewoon dat. Ja. Dat werd ook toen. En ja, bij de familie van hem, wat ik ook wel heel erg goed begreep, kon je ook wel voelen van, een bepaalde... afstand, toch? Ja. Wat ik ook heel goed begreep. Want ik denk zo, dit is zo'n ander plaatje dan wat je van je eigen zoon natuurlijk. Nee, dat... Dus dat beide zo te begrijpen. Maar ze waren er wel. Dat vind ik dan toch al. Absoluut. Dat is dan toch wel een blijk van. En dan juist alles dan bij elkaar in de ene ruimte. Ik denk, wow, hier kun je toch. Daar kon je documentaire van maken. Nou, echt. Die kijk ik trouwens ook graag, documentaires. Omdat je daarin ook. Dan zie je een documentaire van mensen in Syrië. Maar op een gegeven moment. Het zijn geen mensen in Syrië. Dan ben jij ook daar, hè? Dat. En dan ga je daar helemaal in mee en dan ga je ook meedenken hoe zouden we dat kunnen oplossen en kunnen we misschien iets doen. Of... Ja, wat dat betreft kun je ook op de televisie voeden met toch dingen die vanuit het hart naar hart gaan. Dat is niet natuurlijk, veel is gericht, de slimste mens is gericht op dit, hè. Maar ik zou als programma willen zien de liefste mens. Ja. Toch? Ja. Zet eens een paar, want daar vind ik ook documentaires waarin ik zie... De kinderen van juffrouw Kiet is zo'n mooie documentaire over een vrouw op een basisschool waar dus kinderen van vluchtelingen komen en
die moeite en die liefde die die mevrouw doet, nou, dat is echt, dat is hartverwarmend. Nou, ja, heb ik er twee keer gekeken en dan breek ik en moet ik ook soms gewoon janken. Ik denk, ja, dat is dus, dit is liefde in de praktijk. We kunnen er wel over praten, maar hier zien we het. Vol ornaat. Ja. Komt het volledig terug. Ja. En heb jij nou zelf ook een soort vorm, of misschien is dat wel jouw podcast en jouw, alles wat je deelt ook online en zo, wat jij de wereld wil. Ja, dat is mijn kindje, zeg ik ook altijd. Leven zonder stress is echt mijn kindje. Daarom ga ik er ook heel voorzichtig mee om. En ik ben ook, weet je, de ene week zet ik een gesprek met een man online, de andere week een gesprek met een vrouw. Nou, ik heb die hele millennial reeks gedaan. Ik probeer het zo gelijkwaardig. Iemand zei wel eens van, nou, het is een heel geduldig en respectvol platform. Mensen de kans geeft om ook wat liefde in de wereld te brengen. En daar ben ik ook met interview helemaal niet kritisch. Als er één ding is, want ik merk dat het gewoon ook effect heeft. Ik krijg 3-4 keer per week via LinkedIn zo'n bedankje van, oh, je hebt me echt geholpen in mijn burn-out. Heb ik niet gedaan. Dat waren die gesprekken. Dat was deze vorm inderdaad. En dat zet je in de wereld. En dat voelt ook helemaal niet als van, daar moet ik een claim op leggen of dat is van mij. Maar je kan misschien wel de waardering ook voelen. Zeker. En ik maak ook een screenshotje van dat complimentje. En dat koester ik ook. Ja, ook een soort van erkenning. Ja. Dat via jou. Ja, dus dat is ook weer zo. Manier. Je hoeft dit niet helemaal te ontkennen. Ik bedoel, die stroming heb je natuurlijk ook. Die mensen die zeggen dat het uiteindelijk allemaal maar een verhaal is. Nee. En ik heb ook wel eens met iemand gewoon echt, überhaupt eerst onvoorwaardelijk liefde gevoeld. En toen zei ik, nu mag je hem voor jezelf voelen. En toen merkte ik ook, alle deuren gingen dicht. Ze vielen dicht, ja. Ja, nee, maar het is overal. Ja, maar ik zeg, mag het ook in jou en in... Nee, dat vond ik heel bijzonder. Ja. Dat ik denk, voor mijn gevoel mag het en. Ja. Gewoon, het mag gewoon stromen. Ja. Stromen is overal, dus overal. Ja, maar ik heb ook geen twijfels meer daarover. In de zin van, begin kan je nog denken, ja, zit je nou te doen? Je moet weer terug op de radio. Dan krijg je applaus. En dan werd er van je gehouden. Nee, dat moet gewoon. Dat is inherent al aanwezig. Daar hoef ik niks voor te doen. Nee. Maar ja, voordat je daar achter bent, ben je, zoals in mijn geval, toch 40 jaar verder. Ja, dat is blijkbaar. Dat was mijn weg. Ja, dus ik wou zeggen, dat was jouw weg. Maar aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook. Op je 90ste heb je misschien nog 1, 2 jaar. Nee, precies. Ja, maar nu heb je toch nog een. Ja, dat vind ik ook fijn. Ik zeg ook steeds, ik wil de nieuwe bossen verkennen. Weet je wel, ik was dat bos even, ik was dat wel zat. Ik wist waar iedere boom stond. En nee, heerlijk. Het voelt ook alsof me dit ook weer gegeven wordt. Ja. Je hebt dat gedaan, daardoor heb ik goed kunnen verdienen. Ik heb dit huis van spaargeld kunnen kopen. Daardoor heb ik ook nu niet dat ik hier een verdienmodel aan moet vasthangen of wat dan ook. Nee, ik mag nu dit gewoon de wereld inbrengen. En ja, dat voelt fijn. En voelt dat voor jou als vrijheid? In ieder geval voor de Patrick Kikker vrijheid. Zo. Nou, voor zover hier in deze wereld vrijheid te vinden is. Want we zijn natuurlijk altijd wel een beetje gebonden aan. Mm-hmm. Inderdaad, dit lichaam, dat wordt ouder. Hè. Je merkt dat je kan al niet meer zo hard rennen als 10 jaar geleden. Maar het brengt me wel op die plek waar het vrij is. Laat ik het zo zeggen. Omdat ik ook niet meer zoveel nodig heb. Ja, dat is ook, laat maar zeggen, praktisch gezien. Als je niet meer zoveel nodig hebt uit de wereld. Ja, je ziet hier natuurlijk van 20 jaar koopverslaving. Zie je alle gadgets hier staan. Maar dit staat al jaren zo. Ja, ik hoef daar ook niet. Er hoeft in ieder geval niks meer aan toegevoegd te worden. Dat vind ik wel vrijheid, ja. Dat ik niet, zoals we het er straks over hadden, op koopavond denk, oh, ik moet gaan kopen. Ja, anders klapt er iets niet. Koopavond, kopen. Winkelcentrum, winkelen. Waar staat dat geschreven, joh? Nou. Ja, wel mooi. Maar je hebt hem wel ook. Qua koopavond heb ik dat dan zelf niet zo ervaren, maar je hebt het wel mogen voelen, zeg maar. Ja, ik heb het wel maar geprobeerd. Maar je kan ook iemand anders begrijpen, denk ik dan. Zeker. Die dat, ik kijk niet neer op mensen. Jim Carrey zegt daar iets moois over, hè, die acteur. Die zegt, ik gun dat iedereen wereldberoemd en stinkend rijk wordt, zodat hij kan inzien dat het hem daar ook niet in zit. Ja, maar ik ben wel toch dankbaar dat ik het allemaal heb mogen uitproberen. Anders zou ik altijd nog hier zitten met het idee, ja, maar die Mercedes, die gaat mij gelukkig maken. Daar moet ik voor sparen. Of die mooie blonde vrouw. Of inderdaad die dure iPhone 12. Weet ik wel wat er nu allemaal over te koop is. Die is er vast. Ja. Ja. En maar geniet je dan nu nog wel van spullen, denk ik dan? Of is dat gewoon... Soms. Soms. Ik zie het eerder als een last. In de zin van, ja nee, mijn vriendin is nu helemaal aan het minimaliseren. Aan het ontspullen. Dat heeft ze ontdekt. Dat is in Japan of zo. Ja, is helemaal ik heb het gehoord. Ja, ja. Daar doet zij ook aan mee. Nou, van alles gaat weg. Maar het gaat wel mee hier naartoe. Want ik ben dan zo'n creatieve donder. Ik zie wel overal de waarde van in. Weet je? Want daar gooi ik misschien ook niet zo vaak iets weg. Omdat ik dan wel...
ik kan in een stukje dat ik denk, ja, maar hier, noem maar, dit glas, dat heeft dus ooit iemand bedacht en gemaakt. Weet je wel, dan heeft iemand korenwolf opgezet. Het is eigenlijk een bierglas. En dan denk ik, ja, wat moet ik nou? Weet ik niet. Ik kan daar weer. Dit is eigenlijk een soort liefde die zichtbaar is geworden of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik kan met spullen wel een innige. Ik wou zeggen, je hebt wel echt een relatie. Ja, ja, ik heb er wel een relatie, een verbinding mee. Dus ja, dan moet je daar ook wel voor opletten dat je niet dat weer je volgende kooi wordt of zo waar je in zit. Maar ja, ik zie er ook wel weer de onschuld van. En de humor misschien ook. Daarom. Of niet? Want humor is echt. Ja, dat is mijn ding wel. Ja. En wat maakt het nou uit alsof dit glas hier staat of twee deuren verder? In het grote plaatje klopt het natuurlijk gewoon. En wat moet ik nou? Ja, je laat jezelf gewoon niet meer serieus nemen. Ik heb nog steeds rare fratsen, ja. Ik kan nog steeds. Ik kan ook geen eten weggooien bijvoorbeeld. Dan kan je zeggen, ja, maar dat is dan toch geen vrijheid? Ja, nou, op de een of andere manier heb ik dat ook ooit van mijn oma opgepikt of zo. Ja, maar dan gooi ik geen eten weg, dan bewaar ik het. En dan... Ja, maar als je zelf toch oké mee bent. Daarom. Ja, want inderdaad, dan was het ook wat het weer zo'n streberigheid, hè. Ik herken het wel, hoor. Van, ja, toch eerst dan weer die neiging. Van, die sluit er zelfs nog wel eens in. Van, perfect mens van jezelf. Ja, 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 dan wil je het toch nog beter maken. Ja, en toch zo'n plaatje van wanneer zou het dan... Ja, en ook dit gesprek, weet je, dat ben ik altijd wel... Ik heb eigenlijk zelden meer dat ik achteraf denk, oh ja, daar had meer in gezeten. Of daar had ik had gevatter moeten reageren. Het was dit gesprek gewoon. En ik geloof echt dat mensen die dit luisteren en kijken, die voelen een soort onderlaag. Ja, ja. Het gaat niet eens om zozeer om wat er gesproken wordt. Wat zend je uit? Ik wou net zeggen, als zou het geluid denk ik uitgaan of andersom. Ja. En komt maar een deel van die prikkel binnen, het is de energie. Ja. En daarom vind ik mooi dat jij die meditaties maakt op bestelling voor mensen. Want ik heb dat ook. Ik heb sommige van mijn podcast heb ik wel 40 keer teruggeluisterd. Waarom? Omdat er gezegd werd. Nee. De stem van diegene. Ja. Daar zat zo'n gelaagdheid in. Een rust. Een gedragenheid. Dat ik dacht, wauw. Dan hoefde ik die stem maar te horen. En ik was instant chill. Instant rustig. Van het horen van die stem van die man of die vrouw. En dat lees ik ook bij de comments van de podcast Leven zonder stress. Maar ik word er zo rustig van. Hoe komt dat? Ja, moeten we dan de naam geven? Ik bedoel... Ja. En ja, wat is dat? Omdat er misschien over dingen gesproken worden die verwijzen naar de rust in jou? Wat denk jij? Ja, het is gewoon de energie die dus de rust in de ander weer ziet. Ja, ja. Ja, ja, er zit ergens een connectie van rust tot rust. Denk ik dan. Die trilling, die frequentie. Ja. Want iemand anders die misschien, ik zeg maar, met deze burn-out zit, die ziet het en die denkt, ach, joh, krijg je hoofdpijn van. Ja, ja, maar een half jaar later? Ja, tuurlijk, uiteraard. Nu ja, dus pakt het. Dus, ja, ja. Ja, maar daarin ook weer dus eigenlijk wel een soort van perfectie, maar de perfectie van het moment. Ja. Daar word ik zelf zo heel ontvankelijk van. Van wauw, dat is... Oh, dat scheelt een hoop gedoe. Ja, zeker. Heel veel gedoe. Hey, en heb je dan nu nog... ik vraag ze bruidsparen die ik trouw vaak. Hebben jullie nog dromen voor de toekomst? Of iets? Zijn er nog verlangens? En bij jou hoor ik juist heel erg dat je daar eigenlijk van afgestapt bent. Maar heb je daar nog wel dingen in? Dat je denkt, dat zou ik nog graag willen beleven. Of zijn er nog mensen die jij dus ook graag nog wil bespreken? Ik moet denken uit een zin van de cursus in wonder. Ik weet niet of je dat boek kent. Ja? Dat is zo'n dik boek. Ja, ik heb het niet gelezen hoor. Maar nee, het is ook bijna niet te doen. Het zijn 365 lessen. Je bent er een jaar mee zoet. Ja. Goed, daar wordt gezegd. Verlossing is mijn enige functie hier. Ja, die zin die pakte mij op de een of andere manier ook. Ik bedoel, als we het nou vertalen naar normale mensentaal of naar een moderne taal. Verlossing is mijn enige functie hier. Mensen helpen dit te doen inzien. Weet je, dat die struggle niet nodig is. Of in ieder geval niet je hele leven lang nodig is. Als ik daar op de een of andere manier aan mee mag werken in radioprogramma's, tv-programma's. Maar voor mijn part ook, heb ik laatst nog een keer tegen iemand gezegd. In een boekhandel voor 10 mensen. Ik bedoel, dat is. Ik weet niet of je het herkent, maar dit vervult zo. Want volgens mij staat het ook ergens in de Bijbel. Ik ben niet zo bijbelvast. Maar als je één mens helpt, help je de hele mensheid. Maar dat voelt dat. Op de een of andere manier voelt dat ook echt zo. Dat is een gevoelsding. Ja, nee, als je toch voor 1000 mensen plaatjes draait en je geeft 1000 mensen een leuke avond, is toch veel waardevoller dan 1 mens helpen. Ja, blijkbaar dus niet. Blijkbaar. En het zit misschien ook op een andere... Ja, op een ander niveau. ...laag of zo. Van, het is, en misschien ook een ander stuk van je leven of wat dan ook. Hè? Gewoon alles bij elkaar. Maar dat dacht ik toch bij de radio al zo over. Ik had dan zo'n fantasie voor mezelf. Ik zat dan 's ochtends op de radio bij Veronica.
En met Kikker wordt wakker. En dan dacht ik, als ik nou om 9:15 zond ik altijd een stukje cabaret uit. Of ik maakte zelf wat grapjes. Ik denk, nou, die mensen die dat horen, die komen net wat opgewekter binnen. Ja. Bij het bedrijf. Die doen net wat leuker tegen de secretaresse of tegen de vrouw achter de, man, vrouw achter de receptie. Die doet weer net wat leuker tegen iemand aan de telefoon. Sneeuwbal effect. Ja. Dus ja. Daar was je dus wel. Daar was ik al. Ik voelde dat al. En in ieder geval de connectie daar. Ja, ja, ja. Dat het zich. Ja. Het is een olievlek die zich uitspreidt. Dus ik bedoel, ook al zou deze podcast maar 20 keer beluisterd worden of maar 10 keer bekeken worden, die ene die dit kijkt en die denkt, verrek. Zo heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Of die iets hoort in jou en daarna jou gaat opzoeken. Of iets ziet in mij en de podcast een keer gaat beluisteren. Ja. Dus als ik een droom al heb, is het dat... Dit hoeft voor mij ook niet eens heel groot te worden. Nee, maar als het door mag blijven gaan. Maar ja, je weet ook, als het op een gegeven moment uitdooft, dan dooft het uit. Maar dit is volgens mij nog lang niet uitgedoofd. Ik wil zeggen, voor nu, voor jij in ieder geval wel de spirit letterlijk. Je vuur. Je staat in het vuur. Je hartje gaat dansen hiervan. Ik denk dat dat een goede toetssteen is. Ik werd niet meer blij van discjockey spelen. En hier word ik wel blij van. Ja. Oh, hoe mooi is dat. Ja. En een geschenk. Ja. Dankjewel. Ja, we hebben het warm, hè? Ja, we hebben het goed warm. Ja, was fijn, hè? Vond het ook wel fijn. Mooi mens. Vind ik. Nou, insgelijks. Ja. Ik denk dat we de mooie dingen in elkaar ook naar boven halen. Ja, maar gewoon überhaupt zien. Ja. En ook niet naar, kijk, want die ego-stemmetjes, misschien moet je eens kijken hoe dicht wij ook bij elkaar zitten. Dit kan, het ego kan hier natuurlijk van alles van omheen verzinnen en van willen maken, maar dat is allemaal niet nodig. Het is er gewoon ook niet. Nee, dat voel ik ook. Dus dat jij nu zegt, dat ik dat zou kunnen denken. Nee, maar dat zou je kunnen denken. Of, maar dat, en dit geeft gewoon aan hoe fijn het is als je gewoon echt elkaar ontmoet. Het zit ook weer in het woord, ontmoeten, hè. Er moet niks. Ja. Mooi. Dankjewel. Dan gaan we maar een knipje maken. Dit was het gesprek met de... Ja, bij jou. Ja, heeft je naam? Is dit voor... Hoe heet het bij jou? Ja, eigenlijk gewoon gesprekken met mij. Nu met Theo en Jorina en gesprek met is het vaak. Ja, niet Jorina TV of zo? Nee. Ja, dat zet ik er nog wel eens onder. Maar ook dat heb ik zoiets mee van... Wat maakt het uit? Ze zien het, ze voelen het. En ik zet wel altijd een linkje erin met de website om terug te vinden. Nou, fijn. Ja, zeker weten.